De Surinaamse fotografenvereniging SUFOF wil haar ledenbestand verder uitbreiden, zegt voorzitter Otmar Pouljoen in gesprek met de redactie. In verband met het 30-jarig bestaan van de vereniging is vandaag op feestelijke wijze het jubileum ingeluid met een tentoonstelling, drie tinti mooi printje. De kunstwerken moeten de samenleving, maar ook toeristen tonen waartoe de fotografen in Suriname allemaal in staat zijn. Wat u hier ziet zijn allemaal fotowerken van verschillende mensen. Verschillende fotografen, professionele, amateurs, hobbyisten, beginnende fotografen. En die fotowerken staan hier allemaal uitgesteld. Het is dus de bedoeling dat de mensen komen kijken naar de foto's. Kijken wat de fotografen allemaal kunnen doen hier in Suriname. Het is een stukje kunst. Dat hier uitgesteld is. Aan verschillende van de werken ga je een prijskaartje zien. Dat is dus dat de mensen hun werken verkopen. De werken hebben zo'n emotionele waarde voor ze dat ze het gewoon wel willen presenteren aan de gemeenschap of aan anderen, maar het niet kwijt willen. De voorzitter geeft aan dat in de 30 jaren die de organisatie zichzelf heeft ontwikkeld, er geen directe groei van het ledenaantal zichtbaar is. Vooral de COVID-pandemie heeft de situatie verergerd. Ik heb het eerder bij mijn speech ook al gezegd. De COVID is dus ook niet aardig geweest. We hebben ook de klappen van moeten voelen als organisatie. En er zijn heel wat leden dus die zich hebben teruggetrokken. Teruggetrokken in de zin, niet dat ze dus hun rug hebben gekeerd voor SUFOF, maar ze zijn hun eigen ding gaan doen. En je begrijpt het in deze tijd nu, waarin we leven, het moment dus dat je je eigen ding bent gaan doen en je bent al in die drive ervan, is het moeilijk om dat je zegt van ik keer terug. Begrijp je? Dus de mensen zijn bezig, maar zo af en toe laten ze wel wat van zich horen. Maar het feit is dus dat het ledenbestand van SUFOF een beetje is gaan inkrimpen. SUFOF is een beetje gaan doven als het ware. En wij proberen dus nu SUFOF weer leven te geven. Pouljoen merkt op dat het nodig is om de wond van de SUFOF te helen. En doet een beroep aan alle fotografen om zich aan te sluiten bij de organisatie. Dit zodat de organisatie een stem heeft en draagvlak kan hebben in de samenleving. De expositie duurt tot en met 8 oktober.